Weer was het onrustig in Roosendaal, want ondanks stevige woorden van de burgemeester zetten groepen jongeren de wijk Langdonk op zijn kop. De roep uit de wijk om hard op te treden groeit. De jongeren hebben niet alleen zwaar vuurwerk, maar ook zelf geknutselde brandbommen bij zich. Deze beelden die gaan bijvoorbeeld rond op social media. Jerrycans en flessen vol brandstof worden aan zwaar vuurwerk bevestigd. En ook zijn er berichten dat brandweerlieden zijn bekogeld met molotovcocktails. Niemand raakte gewond en de politie pakte 5 personen op, allemaal rond de 20 jaar oud. Gaan we naar Roosendaal, daar is Jan Walen. Ja Jan, gisteren kondigde de burgemeester maatregelen aan, stevige maatregelen. Preventief fouilleren, een samenscholingsverbod. Maar het lijkt niet te hebben gewerkt, hè? Het heeft er in ieder geval niet voor gezorgd dat het hier rustig bleef gisteravond. Nee, dus wat dat betreft heeft het niet gewerkt. En daarom is hij ook van plan om met strengere maatregelen nog te komen. Hij is op het moment daarop aan het studeren wat de juridische houdbaarheid is van welke maatregelen. Maar we kunnen verwachten dat er op korte termijn al strengere maatregelen zullen komen van de burgemeester. Toch is het niet helemaal nutteloos geweest wat er gisteravond gebeurde. Want volgens de burgemeester hebben ze de relschoppers nu weer wat beter in kaart kunnen brengen. Wij komen natuurlijk elke dag wel dichter bij de gezichten en de namen van de individuen die daar rondlopen. En dat vind ik ook wel belangrijk om te melden aan degenen die nu ook meekijken. Die namen en dus ook je adres, die komen steeds dichter bij mijn bureau. En het zou zomaar eens kunnen dat je een keer voor je bed gelicht wordt. Hou er rekening mee. Nou, best dreigende talen van de burgemeester. Maar ja, die bewoners die zitten daar toch maar mee. Die hebben toch wel de nodige angst al ondergaan. Hoe gaan ze daar de avond in? Ja, dat is spannend. Dat merkte ik bijvoorbeeld toen ik eerder vandaag binnenliep in een inloophuis van het Leger des Heils hier vlakbij. Daar zitten ouderen die daar af en toe kunnen komen eten. En aan hen kon je horen dat het ze erg raakt. Ja, oorlog. Dan zulke steekvlammen, hè? Echt heel erg. Ik heb 4 weken een hondje te logeren gehad en 4 weken elke avond weer. Je voelt je niet prettig, niet veilig. En dan zitten wij op veilige hoogte. Ik woon hier op die appartementen. Ik kijk erop en daar staat de politie. Die komen niet uit de auto's, die staan op een groep jongeren te kijken. En er wordt niks gedaan. Dus dat vind ik ook heel raar. Uiteindelijk zijn er gisteravond toch nog wel charges uitgevoerd door de politie. En je mag ervan uitgaan dat ze ook vanavond weer massaal aanwezig zullen zijn. Jan Walen van het Roosendaal, dank je wel. Ja, volgens de Helmondse neuropsycholoog Erik Matser is wat er in Roosendaal gebeurt in deze coronatijd niet verrassend. Want het vuurwerkverbod is voor jongeren het zoveelste wat ze is afgenomen. En volgens Matser levert dat stress op. En dat noemen wij in de wetenschap een default stress response. Dus dat er een omstandigheid is waarbij het stressniveau toeneemt, maar waarbij je dat zelf niet in de gaten hebt. En dan hoeft er maar iets te gebeuren, bijvoorbeeld nu het ontnemen van vuurwerk, waardoor de boel klapt en waarbij mensen in één keer een grote groep een agressie laten zien. Dat zagen we eerder dit jaar bijvoorbeeld ook in Helmond. Daar liepen openbare bokspartijen uit in rellen met de politie. Jongeren voelen volgens Matser zelf niet dat deze spanningen oplopen. Waarbij het lichaam onbewust een heel hoog niveau van stress beleeft. En dat is dus eigenlijk de reactie op de pandemie. Dat niet iedere jongere een relschopper wordt, wil niet zeggen dat andere jongeren geen stress ervaren, maar dat uiten ze dan weer anders. Wat Matser betreft moet de overheid meer doen om de psychische gevolgen van de pandemie aan te pakken. En dat probleem zit niet bij de 40-plussers. Maar het probleem zit bij de jongvolwassenen. En daar missen wij enorm de boot in hoe wij deze mensen, hoe we daarmee communiceren en hoe we voorkomen dat er explosies van agressies plaatsvinden. Een oplossing voor de huidige rellen in Roosendaal heeft Matser ook. Geef de jongeren perspectief. Een hele bekende sporter of een bekende DJ, laat die daar eens gaan staan en zeggen waar zit het einde van de tunnel. Want het einde van de tunnel is namelijk in zicht.